Het Koning Willem-Alexander College. Een jaar lang volgen onze camera's drie brugklasleerlingen op de voet. Dit zijn hun verhalen van het eerste jaar op de middelbare school. Dit is Brugklas. Soms altijd te laat. Ja, irritant hè? Ja. Ik heb het ook al gemerkt. Marlies en Gaia wachten op de gang tot de economie begint. Ze delen samen een broodje. Eigenlijk doen ze alles samen. Daar is hij. Mijn vader heeft kaarten voor een nieuwe Te Gekke Band. Voor vrijdagavond. Gaan jullie mee? Ja, wel leuk. Ja, jullie kunnen bij mijn vader blijven slapen. Sam en ik zijn al bijna een jaar bij elkaar. En het gaat heel erg goed. Ik ben ook heel erg blij dat hij en Marlies zo goed met elkaar kunnen opschieten. Ik kan niet. Maar je stelt net voor om vrijdag niet leuk te gaan doen. Ja, en dat bedoelde ik na de school. Na schooltijd. Want ik moet zaterdagochtend heel vroeg bij mijn oma zijn. Okay. Dus ik mag niet, denk ik, tot vrijdagavond laat naar een concert. Ah, dat is balen. Ja, maar jullie kunnen toch samen gaan? Ja. Dat is denk ik veel beter, want jullie hebben samen ook niet echt iets lang gedaan, geloof ik, samen. Ja. Ik hoef eigenlijk helemaal niet naar mijn oma. En mijn ouders zijn eigenlijk hartstikke makkelijk. Alleen, ik wil nog een avond met Sam doorbrengen, want ik ben zomaar verliefd op hem. En het kan natuurlijk niet, want het is het vriendje van mijn beste vriendin. En daarom wil ik ook afstand van hem houden. Ja, die drie zijn echt altijd samen. En de laatste tijd wel minder. Maar ik denk dat het komt omdat Marlies er misschien een beetje genoeg van heeft om elke keer met zo'n klefstel opgescheept te zitten. Ja, dat snap ik wel. Het lijkt mij niks een vriendje op school. Hoe vervelend is het als je hem elke dag tegenkomt als het uitgaat? En stel je voor als je dan bij mijn moeder in de klas komt. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, ik snap wel dat Marlies het prettig vindt dat Sam altijd om hem heen hangt. Want ja, Sam is gewoon een toffe gast. En door zijn pa komt hij altijd bij vette dingen. Ik ben ook al een keer mee geweest. Okay. We hebben les, dus snel gaan schieten. Marlies wil niet langer liegen tegen haar beste vriendin. Aan het eind van de schooldag besluit ze Gaia de waarheid te vertellen. Ik moet je wat vertellen. En je gaat het niet leuk vinden. Ik kan er echt niks aan doen. Wat is er? Vertel. Ik haat het om te moeten liegen. En vooral tegen Gaia. Ze is mijn beste vriendin. En ik ben echt als de dood voordat ze het merkt. En of dat Sam het merkt, misschien zeg ik iets verkeerd. Of kijk ik echt verliefd naar hem. En daarom besluit ik maar om het te gaan vertellen. Want ik weet, ik houd het echt niet meer vol. Ik ben verliefd. Op wie? Op Sam. Ja, ik ben verliefd op Sam. En ik kan er niks aan doen. En ik trek het niet meer om dingen met z'n drie te gaan doen. Ik kan het gewoon niet meer. Ik ben echt zo verliefd op hem. Ik was zo zenuwachtig. Ik bedoel, eerlijk zijn is altijd beter dan liegen. Maar ik dacht dat ze het wel zou begrijpen. Ik ben tenslotte niet expres verliefd op hem geworden. Weet Sam het? Nee. Oké. Ga je niks zeggen? Gaia. Gaia, wacht even. Ik had verwacht dat ze boos zou worden. Maar ze zei niet echt iets. Ze schrok, denk ik. En dat is natuurlijk wel logisch. De volgende dag komt Marlies opgetogen op school. Ze is blij dat ze Gaia haar grote geheim heeft verteld. Ze kan haar beste vriendin weer recht in de ogen kijken. Ik dacht echt even dat ik bij het verkeerde kluisje was. Want waarom zou iemand mij een slet vinden? Slettenbak. Kan je soms geen eigen vriendje vinden?
Ik weet niet precies wat er gebeurd is natuurlijk, maar ik vind niet dat je dit kan maken als je iemands beste vriendin bent. En als ik Gaia zou zijn, zou ik echt heel kwaad zijn. Nou, wat? Ik wist niet wat ik hoorde. Wat bedoel je daarmee? Nou, het is niet oké om andermans vriendje af te pakken. Dat vind ik inderdaad ook niet zo netjes van je. Hoe kom je daarbij? Iedereen weet dat jij het vriendje van je beste vriendin probeert af te pakken. Heeft Gaia dit gezegd? We praten niet met Sletta. Had Gaia dit echt over mij gezegd? Als ze dat vond, was ze toch wel naar mij toegekomen? Marlies voelt zich alleen en verraden. Haar beste vriendin heeft leugens over haar verteld en nu is zij ineens de sloerie van de school, terwijl ze niets verkeerd heeft gedaan. Ze heeft haar verliefdheid opzij gezet voor vriendschap. Ik trek laatste uur echt niet meer. Nee, het was niks geworden. Nee. Wauw. Gaia. Kom, we gaan. Ja. Waarom gebeurde dit? Waarom doet Gaia zo gemeen? Ik vind dat Marlies echt wel wat aan haar verliefdheid kunnen doen. Er zijn zoveel jongens op school. En die mag ze allemaal hebben. En hoe moeilijk is het nou om op één van hen nou niet verliefd te worden? Mania. Heb je het ook gehoord? Is het waar? Vind je me echt leuk? Ja, maar ik loop niet achter je aan. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, ik heb het uitgemaakt met haar, omdat ik al een tijdje niet echt happy met haar was. Heb je het uitgemaakt? Uitgemaakt? Wat erg. Allemaal door mij. Ik wil dat je het tegen aanmaken. Ik wil niet dat er iets stuk gaat omdat ik iets heb gezegd. Dat is niet zo. Er liep al gewoon niet tussen mij en Gaia. Dit was gewoon het laatste setje dat ik nodig had. Met Gaia kan je echt wel lachen, maar ze gaat vaak te ver. En dat vind ik heel vervelend. Wacht. Ik vind je leuk. Wat bedoel je daarmee? Ik ben verliefd op je. Als ik nu ja zou zeggen, kan ik de vriendschap met Gaia wel vergeten. Voor altijd. En dan kan ik me ook nooit meer vertonen op school. Dat kan ik niet maken tegenover Gaia. Waar maak je je druk om? Heb je wel gezien wat ze jou heeft geflikt? Ja, dat klopt. Maar ik wil niet lullig terugdoen. Ik ben niet zoals Gaia. En daarom vind ik haar ook zo leuk. Een dag later zijn de rollen omgedraaid en komt Gaia naar Marlies. Hoi. Hoi. Ik had van Anouk gehoord dat Sam je verkering heeft gevraagd. Klopt. En dat je nee hebt gezegd. Vind ik wel tof van je. Nou ja. Kennelijk verspreiden rollen zich wel heel erg snel. Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik heb Sam ook helemaal niet versierd. En ik ben niet expres verliefd op hem geworden. Dat weet ik. Het is niet mijn schuld. En je deed alsof het dat wel was. Dat weet ik. We zullen het wel allemaal maar vergeten. Maar je hebt nog wel wat uit te leggen aan de klas. Dat snap je zelf ook wel. Dat het niet mijn schuld is. Dat zal ik doen. Dan is het nu goed. Ja, nog wel stom dat Gaia ook mee verroddelt. Maar het is mijn beste vriendin. En we hebben afgesproken nooit een jongen tussen ons in te laten staan. Dus. Ja, ik vind dat Marlies eigenlijk niets had moeten zeggen. Want verliefdheid, dat gaat wel over. Maar vriendinnen. Dat blijf je wel voor altijd. Ik snap niet dat Marlies Gaia zo makkelijk vergeeft. De hele school had het erover. Als een vriendin van mij zoiets zou doen? Nee, ik snap er echt niks van. Gisteren was het nog oorlog en nu zijn ze opeens vriendinnen. Maar ja, kennelijk gaat dat gewoon zo.
Rob Grimbergen is leraar wiskunde. Een strenge man met weinig humor. Hij is niet geliefd bij de leerlingen. Vooral Levi en Grimbergen liggen elkaar niet. Vanaf dag 1 botert het al niet tussen de twee. Oké, beste mensen, we gaan beginnen. Pak allemaal even je boeken bij. We zijn gebleven bij hoofdstuk 5, pagina 25. Ik neem aan dat jullie ook allemaal je huiswerk gemaakt hebben. Heeft er iemand zijn huiswerk niet gemaakt? Kan je nu zeggen. Is dat grappig? Oké. Wie heeft dit gedaan? Twee druppels water. Twee druppels water. Iedereen doet wel eens wat, zeker jongeren. Daarom zitten ze op school, die hebben een hoop te leren. Maar nu kan iemand ook te ver gaan en iemand persoonlijk te kakken zetten, in dit geval mij, en op een pasgeverfde deur. Ik wil nu weten wie dit getekend heeft. Zo mooi. Ja. Levi. Kom maar. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Nee. Jij kan toch zo goed tekenen? Ja, als u dat zegt. Ja, ik zeg dat. Ik denk dat Levi deze keer niet is, maar meneer Grimberg heeft toch altijd de pik op hem en geeft hem toch altijd de schuld. Ik snap niet waarom hij op een deur gaat tekenen en ook wel met merkstift. Dat krijg je er nooit meer af. Ik weet toevallig dat Marcy tekening heeft gemaakt, want daar stond er nogal over op te scheppen in de pauze. Ik ga na de les even met jou praten. Ach, waarom nou? Waarom nou? Ik heb het toch niet gemaakt? Nee, maar zo opvallend dat jij naar buiten zit te kijken. Terwijl de hele klas als je af te vragen... Wie ja, als ik ernaar kijk, valt het ook op. Oh ja? Ik zie jou straks. Ja. Goed, pagina 25, hoofdstuk 5. Snijpunten. Iemand vragen? Ja, iedereen weet natuurlijk dat Marcy tekening heeft gemaakt. Maar Marcy is weer te laf om zijn mond open te trekken. Ja, ik weet wel dat ik mijn bek had open moeten trekken. Maar voordat ik het wist, had Levi overal een schuld van gekregen. Daar kan ik ook niks aan doen. En als mijn ouders erachter komen dat ik het gedaan heb, dan ben ik dood. En als Levi's ouders erachter komen, niet zoveel relaxter, dat maakt ze niet uit. Levi heeft straf gekregen, terwijl Mars de dans is ontsprongen. Zo, alsjeblieft. Zo? Ja. Gaan we even het toilet schoonmaken? Levi is woest. Grimbergen heeft hem beschuldigd van iets wat hij niet gedaan heeft. En dat gaat Levi te ver. Ga je even de toiletten schoonmaken? Ja, ik zou het doen als ik iets had gedaan. De bakken schoonmaken? Ja, maar nee. Daar ga ik niet over. Je mag de bakken schoon, de vloer dweilen. Ja, maar waarom moet ik dit dan? Als je commentaar hebt, leg je dat gewoon even bij Grimbergen. Ja, maar ik ben helemaal klaar met die man. Ja, maar daar ga ik niet over. Die stomme tekening die heb ik helemaal niet gemaakt. Dus bedankt Mars, eikel. Als hij het nou gewoon eerlijk had opgebiecht, hè, dan was het oké geweest. Maar hij blijft het maar ontkennen. Heftige kinderen krijgen heftige maatregelen. Zeker als ze thuis weer vrijgelaten worden, wat bij hem het geval is. Wat ben jij aan het doen, Levi? Je koptelefoon af. Zo makkelijk kom jij er niet mee weg, hè? Jij gaat voor straf ook maar de wc van de lerarenkamer doen. Zullen niet. Ik ga kijken of het goed gedaan is straks, ja? Alles moet glimmen, begrepen? Ja. Begrepen? Ja, meneer. Goed zo. Aan de slag. Ja. Ja, toen was ik er helemaal klaar mee. Echt helemaal klaar mee. De volgende dag is het druk bij de ingang van school. Leerlingen hebben zich rondom de auto van Grimbergen verzameld. En ze kunnen hun ogen niet geloven. Alleen Levi lijkt niet heel erg onder de indruk te zijn. Die gast durft echt alles. Ik kladde wat op een deur en hij spuit meteen een hele auto onder. Nu is die echt de Sjaak. Ja, het was best heftig, maar Grimbergen heeft er zelf om gevraagd. Ja, en dan? Ja, even met me meelopen. Ja, is goed. Zo, Levi. Ik denk dat je heel goed weet waarom je hier bent. Ja. Klopt het dat jij die tekst op de auto van meneer Grimbergen hebt geschreven? Ja, dat klopt. En kun je even uitleggen waarom je dat gedaan hebt?
Nou, eigenlijk vanaf dag 1 moet meneer Grimbergen mij al hebben. Ik snap ook niet waarom. Ja, Levi, je doet het ook altijd. Nou, u hoeft maar één keer met de ogen te knippen en ik weet al dat ik het heb gedaan. Ja, maar je bent het ook altijd, Levi. Dat is niet waar. Je bent altijd aan het kleren. Dat is niet waar. Ik had dit tekening. Het is altijd hetzelfde liedje. Ik heb die tekening niet gemaakt op de deur. Oh, nee? Nee. Nee? Nee, echt niet. Ja, dat weet ik niet. Ik vind het onuitstaanbaar. Onuitstaanbaar. U zegt, ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien, maar dat heeft u toch echt niet gezien? Nee, ik hoef het niet te zien om te weten dat jij het bent, Levi. Max, wil je even buiten? Ja, nee, wacht, ik moet wat belangrijks vertellen. We zijn even in gesprek. Ik heb het allemaal gedaan. Ziet u wel? Wat? Ik heb de tekening op de deur in het lokaal van meneer Grimberg getekend. Ik zei toch, ik ben het niet. Doe even de deur dicht en kom even zitten. Wil je even rustig vertellen wat jij gedaan hebt? Ik heb de tekening van meneer Grimberg in zijn lokaal op de deur getekend. Die kaf van die gozer toen hij hoorde dat ik het echt niet had gedaan. Dat Levi de schuld kreeg over de tekening op de deur, daar kan ik best mee leven. Ik bedoel, zijn ouders worden toch nooit boos en die van mij wel. Maar ja, als Levi geschorst wordt, dan is dat wel mijn schuld. Dat mag gewoon niet. Dan maar vermoord worden door mijn vader. Of door meneer Grimberg. Ik was boos, want ik had een onvoldoende voor wiskunde. En... Maar ik was ziek, dus dat mag dan toch niet. Dus ik dacht, ik uit mijn woede op de deur. Ja, dat had ik ook bij de auto. Ja, een auto is toch wel wat anders, hè? Dan... Ja, maar wacht eventjes. Dat allemaal is geen reden om een deur te bekladden of om een auto te bekladden. Dat begrijpen jullie toch wel? Ja, maar elke week is het hetzelfde. Maar dit is gedrag wat ik gewoon niet accepteer. Dit doe je niet. Ja, het is altijd lastig. Maar ik moet ook toegeven dat Grimbergen ook niet altijd de makkelijkste is, hoor. En het feit dat Levi zich altijd misdraagt in zijn klas, dat helpt natuurlijk ook niet. Luister, dit wat jullie gedaan hebben, dat kan dus niet. Wat ik ga doen, ik laat een schoonmaakbedrijf komen. En ik laat de auto van meneer Grimbergen schoonmaken. En ik laat de deur schoonmaken. En de kosten daarvan, die zullen jullie samen moeten betalen. En hoe jullie dat doen en hoe jullie die kosten verdelen, dat maakt me niks uit. Maar de rekening is voor jullie. En vervolgens, volgende week, elke dag nablijven en schoonmaakwerkzaamheden hier op school doen. Ja, maar nu komt het met andere woorden... Ik heb geen zin in ja maar, want ik accepteer dit gewoon niet. Ik moet een weekje schoonmaken op school, bij de toiletten. Maar ja, altijd beter dan van school afgetrapt worden. Het was fijn dat Sanne me in ieder geval niet afviel, dat ze me steunde. Ik heb wel te snel geoordeeld. Maar, dat staat wel tegenover, ik heb ook laten zien dat Levi toch echt te ver is gegaan. Levi en Mars beseffen dat ze geluk hebben gehad. Ze hadden ook van school gestuurd kunnen worden. Lekker schoon hier, hè? Zo. Ja, je mist nog wat hier. Hey, jongen, hier. Top, thanks man. En Mars, ja, ik ben toch blij dat ik spek heb overgetrokken, maar een beetje te laat, maar toch. Nou, gaan we het toch nog even leuk maken. Oh. Iedereen laten weten dat wij hier zijn geweest. Levi. En Mars. Zo, Levi en Mars werken. Is dat niet even mooi? Dat is mooi. Zo. Ja, ik vond het best wel ver gaan. Maar ja, Levi is ook niet echt de braafste jongen van de school of de klas. Het is best wel een losgeslagen jongen. Maar ik ken hem ook helemaal niet zo goed. Dat wil ik liever zo houden. Ja, ik moest wel lachen om die tekening. Ook al zou ik dat zelf nooit doen. Maar die auto vond ik trouwens wel echt te ver gaan. Maar ja, Grimberg is natuurlijk wel echt altijd een etter tegen Levi. Mijn moeder heeft me niks verteld. Ik heb zelf wel verteld dat meneer Grimberg altijd de pik op Levi heeft. Maar ze zei dat ik er niet mee mocht bemoeien. Maar ik ben wel blij dat Levi niet van school is getrapt. Volgende keer in Brugklas. Iedereen lacht me gewoon uit. In uw kotsmaat. Hé, hey, daar hebben we onze grote vriendin, Tirza. Onze dikke vriendin. Hoe gaat het nu met je? Misschien niet zo goed hebben, Grim. Zit je bij een chocola eentje op te eten?